Hartstikke welkom op deze vrijdagmiddag, zaterdagmiddag, zondagmiddag. Maakt niet uit wanneer je het kijkt. Maar je ziet het, dit is een speciale Star Fox Zero commentaar. We zijn vandaag te gast bij Nintendo. We hebben een paar community mensen of members meegenomen. Die mogen hier Star Fox Zero spelen al voordat die uitkomt. Dat is helemaal leuk. En we hebben natuurlijk Thijs hier naast me zitten. Jij hebt Star Fox Zero helemaal uitgespeeld. Helemaal, meerdere keer zelfs. Ja. Ja. Het is een leuke game. Het zit er wat haken en ogen aan, zoals ook in mijn review is te lezen. Ik denk het punt waar de meeste mensen over vallen is die besturing. Ja, maar we zitten hier even te kijken. Ja, gaan mensen binnenlopen, zeggen, die pakken die controller op. We hebben de game nog nooit gespeeld. Pakken hem op en spelen hem alsof ze niks anders ooit hebben gedaan. Ja, het is bijzonder vloeiend meteen ook. Ik denk dat het wel wat zegt over zeg maar, het verschil tussen gewone gamers en de mensen die games recenseren. Ja. Dat er toch wel een enorm verschil tussen die twee zit. Ja. Ja. Dus eigenlijk moeten we niet zo zeuren. Ga gewoon lekker die game spelen. Als je dus Splatoon hebt gespeeld, dan weet je wat voor besturing het is. Ja, het lijkt er inderdaad al een beetje op. Met die gyroscoop. Maar voordat we helemaal verder gaan over besturing en alles. Waar gaat Star Fox Zero over? Star Fox Zero gaat over Team Star Fox. Dat is een groep van ruimtehelden die allemaal dier zijn. Ja. Eentje is maar een vos eigenlijk. En de rest is een vogel en een konijn en een kikker. En die vliegen in Drippy een ruimteschip. Drippy is mijn favoriet. Slippy. Ja, Slippy de kikker. Drippy. Mijn hoofd heet die Drippy. Mm. Als je een slippertje hebt gemaakt, een slippietje, dan heb je daar een drippietje. Ja. Ja, die vind ik leuk, de kikker. Ja. En dat team van de ruimtedieren, die moet het universum weer eens redden. Net als vroeger. Ja. Want er is weer een hoop aan hand. Ja, er is een boze aap die een heel leger van robots en wapens heeft gekeerd. En die teistert het universum. En dan Star Fox moet je daar een eind aan brengen. Ja, ja. Het is natuurlijk geen commentaar zonder dat we comments van members ook behandelen. Mm-hmm. Deze zijn we tegengekomen op een Star Fox natuurlijk. Benjamin Ben zegt, gewoon een toffe game dus. Geen idee waarom ze het uiterlijk van Star Fox uit de SSB Melee niet bouwden hebben. Hij heeft een gigantisch waterhoofd en zijn hedendaagse uiterlijk. Een vos heeft een vrij platte en slikke kop. Niet de vorm van een hoge glazen stolp. Maar goed, dat is bijzaak. Dat is bijzaak. Het hoofd is toch wel het voornaamste deel wat je van ze ziet. Ja. Af en toe krijg je onder het scherm zo'n radiobericht van ze binnen. En ik ben niet een kenner van vossen. Eigenlijk had je Gerard hier moeten uitnodigen. Want die heeft een opgezette vos in huis staan. Die weet alles van vossen. Ja. Ja, dus als er iets met een vos is, dan stuur ik het al meteen naar hem door. Dus ik heb persoonlijk niet zo heel veel problemen met het hoofd van Fox. Nee. Dat was het. Hey, in deze game zitten ook 5 nieuwe voertuigen. Ja. Vertel me er alles over. Oké, alles over voertuigen. Nou, je hebt de Arwing. Dat is je ruimteschip waarmee je rondvliegt en met een druk op de knop. Vooral dat in een soort wandelende tank. Ja, de stof toch? Ja, een walker, een beetje een kip lijkt het op. Ja. En dan kan je dan mee lopen en dan is die besturing ook iets anders. En dan kan je door gangen en je kan bijvoorbeeld een ruimteschip naar binnen vliegen en dan in zo'n walker transformeren. En dan van binnenuit opblazen en dan weer naar buiten vliegen. Dat soort dingen. Je hebt de tank. De Landmaster tank. Ja, ik weet alles over de Landmaster tank. Ja. Ja. Je hebt de Gyro Wing, dat is een soort helikopterachtig voertuig. Waarmee je ook allemaal door allemaal krappe gangetjes kan vliegen en zo. En je kan een robotje aan een kabeltje naar beneden laten vallen. Die dan ook allemaal gangen in kan kruipen. En ik wat allemaal. En een autootje. Is ook nog in de speciale training. Ja. Maar als ik zo naar Star Fox kijk, toch, ik heb hem zelf nog niet gespeeld. Ik heb heel even op E3 heb ik hem zitten spelen. Mm-hmm. Maar morgen gaan we natuurlijk helemaal los. Dan kan iedereen hem gaan spelen. De Space Battles. Space Command. Dat is het beste wat er is. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Naast deze stokjes dan. Die stokjes zijn ook fantastisch. Ja. Ja. Het probleem met van die Space Battles is altijd dat je overal ruimte hebt en dat je een beetje gedesoriënteerd raakt van waar is de vijand. Maar Star Fox lost het best wel goed op door door je te laten lokken op vijanden. Ja. En op de gamepad kan je dan richten. En dat is echt even wennen. Dat vond ik in ieder geval. Het is een beetje alsof je auto rijdt en al je spiegels in de gaten moet houden. Ja, maar je moet helemaal op en neer kijken, toch? Ja, je hebt op en neer kijken en oké, waar ben ik daar en waar ben ik daar. Maar als je dat eenmaal een beetje door hebt, dan is dat heel erg tof. Dan werkt het heel erg goed. Dat is het beste gedeelte van de game, wat mij betreft. Ja? Ja, die dogfights. Oké, okay, ja. Dogfights tussen vossen en wolven. Ja. Ja. Hey, Dark Perry zegt, want we gooien er gewoon even een kommetje erin. Mm-hmm. Lijkt me zeker vet, maar inderdaad wel jammer dat ze niet dichter bij de retro look zijn gebleven wat betreft de characters. Ja. Vind je dat jammer of niet? Ik vind hem. Het ziet er wel redelijk retro uit. Het is echt een vervolg op Star Fox 64.
Dus wat, wat stijl betreft. En ja, jij moet echt stoppen met die stokjes. Ja. Want het is niet de eerste schaaltje dat je hebt opgegeten. Smakjes misschien? Wil je gevulde koek? Ja, straks. Ah. Als ik ga eten en praten tegelijk, dan is dat voor niemand goed. Nee, denk ik. Dat is waar. Maar ze doen echt heel erg. Het is gewoon Star Fox 64 2 eigenlijk in een heleboel opzichten. Met dezelfde level opzet en dezelfde ideeën. Een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja. En dat is een enorm geliefde game. Dus ja. Ja. Ik snap maar op zich wel dat ze dat die was nabootsen. Vrij lineair natuurlijk. En nu heb je meerdere manieren om een level uit te spelen. Nou, dat had 64 al dat ook al. Die introduceerde dat eigenlijk. Dat natuurlijk, je gewoon andere routes kon nemen. Naar andere planeten, naar andere sterrenstelsels, weet ik wat allemaal. Ik ben zo blij dat jij bij me bent. Ik red je hier een beetje. Ja. Ja. Nee, nee. Anders maak je slippertje. Ja, slippy. Hey, vertel me over de koopmat. Want we kunnen nu met twee spelen. Ja. Nou ja, dat is echt wel, denk ik, de beste manier van spelen. Van als je het een beetje lastig vindt om te vliegen en te schieten tegelijk. Ja. Dan kan je dus met een pro-controller erbij, kan een tweede speler het schieten voor je overnemen. Oké, dus kan je gewoon op één scherm blijven focussen. Ene speler richt zich op het vliegen en de andere richt zich op het schieten. En dat werkt best wel goed samen. Mensen hier achter ons zijn er nu mee bezig. Die zijn nu lekker koop aan het spelen. Ja, en die zijn echt, ja, die hebben het helemaal door. Ja, en je kan koop spelen, maar je kan natuurlijk ook Amiibo gebruiken. Ja. Wat doet die in deze keer? Je hebt volgens mij twee amiibo's. Met de Fox amiibo kan je zeg maar de oude R-Wing skin. Dus dan ziet hij vliegtuig uit als een als die Star Fox uit de SNES. Ja. Yeah. Zeg maar echt een hele lage polygoon, heel simpel. Yeah. En dezelfde muziek er zo ook erbij. Dat is echt voor als je die game veel gespeeld hebt, is dat heel grappig om te zien. En je hebt een Falco amiibo en dan wordt de game moeilijker van. Oh. En dan krijg je een zwarte R-Wing. Ziet er heel stoer uit. Oké, okay, tof. Ja. Hey, als je een. Ik ben op zoek naar het woord eigenlijk. Star Fox Guard wil ik naartoe. Ja. Maar dan, die krijg je niet bij Star Fox Zero. Maar ja, er is een versie die je kan kopen van mij, de First Print. En daar zit hij dan bij. Ja. En je kan hem ook los in de e-shop kopen. En dan kost hij 15 euro, geloof ik. Het is een Tower Defense game, toch? Ja, het is een Tower Defense game waarbij je dus allemaal. Je hebt een Dolof en een toren in het midden. En er komen allemaal robots aan. En die willen jouw toren opblazen. En je moet zelf allemaal camera's neerzetten in dat doolhof om te beschermen. Die camera's zijn ook uitgerust met een laser. Dus dan heb je op de tv-scherm zie je al die beelden van die verschillende camera's. En dan moet je op je gamepad wisselen en dan snel uitschakelen. En dan snel weer andere wisselen. We hebben die net ook even zitten doen. Ja, het was een enorme chaos. Ja. Iedereen is aan het gillen. Het is niet echt een multiplayer game eigenlijk. Maar het werkt heel erg goed als een multiplayer game. Dat je gewoon met z'n allen mee zit te kijken. Oh, 9, 5, 3. Het is misschien wel een multiplayer game, want in je eentje wordt het wel snel heel erg. In je eentje, ik vond het een bijzonder stressvolle game. Ja. Dat ik na een half uur had ik in mijn eentje te spelen, dan was ik best wel gewoon uitgeput ervan. Want je bent, met het constant puntje van je stoel. Je moet echt 100 dingen tegelijk in de gaten houden. En een multitask is moeilijk voor mensen als ik. Ja. Dus dan is het best wel handig als je iemand hebt die over je schouder meeroept van 1, er komt er eentje op 1. En dan moet je snel wisselen en dan komt vanaf de andere kant weer een robot aan. Het is echt een grappig spel. Het, ja. Het is lachen. Ja. Hey, we hebben natuurlijk allemaal gezellige mensen achter ons zitten. Mm-hmm. Maar die zijn al vol Star Fox aan het spelen. En ze hebben zich aangemeld hier speciaal voor deze middag. Omdat ze alles weten van Star Fox en groot fan zijn. Ja. Maar dan lijkt het mij misschien wel een mooi moment om nu hun kennis te gaan testen. Ja. In een echte Star Fox Zero quiz. Reten, welkom bij deze speciale Star Fox Zero quiz. Start de quizmuziek. Bats, en de kandidaten zijn... Robert. Wouter. Oftewel, dit is team 1 en team 2 is... Rob. En Nicky. Nou, en we hebben hier onze quizmaster, dat is Thijs. En die gaat de vragen gaat eens stellen. En als je het weet, dan doe je een konijn na. Ja, doe maar een vogel, dat is misschien wat duidelijker. En jullie doen de kikker. Rabbit. Ja, zoiets. Okay. Goed. Vraag nummer 1. Ik luister mee, hè? Of wat ik hoor. Er is een korte animatiefilm over Star Fox Zero aangekondigd. Hoe heet deze? Ja. Oh, je moet eerst wel het geluid maken. Ja, ik wil een geluid horen, inderdaad. Rabbit. Battlefront of Battle Assault, zoiets was het. Komt in de buurt. Ik weet niet hoe streng ik moet zijn. Willen jullie nog een gok maken? Als jullie een gok doen... Doe maar de Battle Begins, denk ik. Battle Begins? Ja. Is dat het your final answer? Ja. The Battle Begins, Thijs? Ja, dat is het goede antwoord. Ja. Wel, het is 1-0 voor team
1! Star Fox Zero The Battle Begins. Ja, inderdaad, zo heet die. De volledige titel. Ja, heel goed gedaan. Vraag 2. Vraag nummer 2, ja. Hoe heet het rivaliserende team van dieren in ruimtevoertuigen dat het kwartaardige spiegelbeeld is van Star Fox? Die weet ik zelfs. Ja. Ja. Andros? Team Andros? Willen jullie nog een gokje wagen? Doe maar niet. Niemand? Nee. Het goede antwoord is Starwolf. Starwolf? Ja, Starwolf. Ja, natuurlijk. Ja, goed, het staat nog steeds 1-0 voor team hier naast me. Team 1. Team Blauw, is ja, dat? Team Blauw. Ja. Klopt. Oké, vraag nummer 3. Oké, hoe heet de robuuste tank die Fox en zijn maatjes gebruiken? Ja. Landmaster. De Landmaster, appa, ja. Het staat 2-0. Te gek. Ja, hij weet alles. Nee, dat is, hij is echt de leerling die zegt, ik heb niet geleerd en dan haalt ja, hij een 10. Ja, hij is die jongen, ja. Ja. Vraag 4. Alles is nog mogelijk. Dit is de laatste vraag. Oh, ja. voor 2 punten. Dan zie je nou nog één. Ja. Komt goed. Het hoeveelste deel is Star Fox Zero? Tik, tik, tik. Oh. 7e. Oh, dat het staat inderdaad... weer 2-2. We hebben met nog 1 vraag te gaan. Wordt dit de spannende vraag? Ja. Oh. De beslissende vraag. De beslissende vraag. Oh jee, 2-2. Ja. Wees snel. Ja. Hoe heet de game die je bij Star Fox Zero krijgt? Star Fox Guard. Hartstikke en we hebben een winnaar. Ook wel hier, team 1. Gefeliciteerd, jongens. Ja, jullie winnen natuurlijk. Eeuwige roem. Gefeliciteerd ermee. Hoe voel je je eronder? Ja, bedankt voor je hulp. Ja. We gaan zelfs elkaar al interviewen. Het is prachtig mooi, jongens. Hey, gaan jullie nog even gamen? Dan gaan wij hem hier nog even afsluiten. En dan zien we jullie zo weer. Goed, dat was de spectaculaire quiz. Hij was reet spannend. Ja. Met een verrassende winnaar. Heel verrassend. Ja, ja, toch? Hey, we gaan hem zo afsluiten. Want ik moet wel heel oud. Sowieso een hele gezellige middag hier op de Nintendo bij kantoor. Maar we gaan natuurlijk... niet afsluiten zonder jullie ook thuis blij te maken met misschien wel deze mooie amiibo van Falco. Die kan je natuurlijk gebruiken in Star Fox Zero of gewoon mooi in de kast zetten zoals ik dat ook thuis doe. Kan gewoon. Nee. Ja. Maar deze komt niet bij mij thuis in de kast, maar misschien wel bij jou. Want we gaan deze natuurlijk weggeven. Krijg je een mooie Wii U tas bij, kan je je Falcootje indoen. Ja. En daarvoor hebben we natuurlijk een hele moeilijke vraag bedacht. Kop hem maar in. Kop hem maar in. Ja. Ik wil graag alle de namen van teamleden van Starwolf wil ik horen. Ja, en dus wie zit er allemaal in? Ja, en ik wil die weten van Star Fox. Dus gewoon allebei. Wie zit er in Star Fox en wie zit er in Starwolf? Ja, stuur het allemaal op naar prijsvraag@inzetgamer.nl onder het onderwerp Star Fox Zero. Want dan kan ik het terugvinden in de massa. En dan maken we volgende week de winnaar bekend. En dan krijg je misschien wel deze mooie tas met deze Falco Amiibo erbij. Ik wil iedereen hier achter mij bedanken. Maar ik wil er ook nog iemand even bij halen. Die gaat namelijk de aftiteling, die hebben we niet, maar toch gaat hij de aftiteling vol spelen. Hij is namelijk een gitaarvirtuoos. Ja, een prodigy zoals je dat noemt. Ja. En hij gaat speciaal voor jullie en voor ons een mooi liedje pingelen.